staan hier voor het station Den Haag Centraal, dat alweer 50 jaar geleden is gebouwd. Je ziet dus dat gebouwen lang meegaan. Voor het plannen van veel nieuwe woningen, infrastructuur en energievoorzieningen is het dus belangrijk om goed na te denken over waar ze komen. Maar hoe gaat de toekomst eruit zien? PBL heeft scenario's gemaakt waarin we verschillende toekomsten van Nederland op de kaart zetten. Bijvoorbeeld het scenario Groen Land. Daarin krijgt in Nederland de natuur en het water veel meer ruimte dan nu. We hebben ook de scenario's mondiaal ondernemend, snelle wereld en regionaal geworteld. Elk heeft andere kenmerken. Wonen mensen straks bijvoorbeeld meer dorps of worden stedelijke gebieden nog stedelijker? Hoe de toekomst er precies uit zal zien, weet niemand. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk doordenken wat de gevolgen zijn van verschillende ruimtelijke keuzes. Dat doen we door te rekenen en te tekenen. Daarmee helpen we beleidsmakers om toekomstbestendige keuzes te maken voor de vele huizen die nu worden gepland en de aanpassingen aan klimaatverandering die Nederland nu doet.